en welkom bij deze gloednieuwe video. In deze video ga ik eigenlijk praten over de hobby van mijn vriend. En dat is namelijk fietsen. Ik heb alles gevraagd wat ik wilde weten. Of wat ik tegen jullie toch op dit moment wil uitleggen. Laten we snel beginnen. Maar vooraleer dat we gaan beginnen, vergeet zich niet dat duimpje omhoog doen te abonneren onder deze video. En me te volgen op Instagram. En dan gaan we maar eens snel beginnen aan deze video. Eerst en vooral ook nog, voordat ik helemaal begin met deze video, heb je na deze video nog vragen, stel ze zeker hieronder of DM me op Instagram. Dan kan ik er nog op antwoorden of eventueel een video van maken, een soort van Q&A over het fietsen. Goed, nu beginnen we echt. Allereerst, ik heb mijn laptop hier staan en ik heb een beetje uitgetypt over wat ik het ga hebben, omdat ik niet alles 100% goed ken. Dus mijn excuses daarvoor. Allereerst, de fiets waar Vincent mee reed in het begin. Want op zich, Vincent fietst nu al, ik denk bijna een jaar, terug echt vol een bak. Want vroeger heeft hij dat ook gedaan, maar dan is dat gestopt. Maar in het begin dus, ik zal zeggen van een jaar geleden, fietste hij met een Norta R40 LRC. Dat is een aluminium fiets. Daar heeft hij toch wel een half jaar mee gefietst. En dan heeft hij geïnvesteerd in een nieuwe fiets. En dat is namelijk een Stevens Cormet. Als ik het goed zeg. En hij is 56 qua maat. Voor de mensen dat het interessant vinden. En dat is een carbonne fiets. En die heeft Dura-Ace Dia 2. En dat is de aandrijflijn voor de mensen dat ze afvragen. Ik wist het ook niet. Maar dat is dus de aandrijflijn, de Dura-Ace Di 2. Dat is dus een carbonne fiets, zijn nieuwe fiets. En dat verschil is echt immens qua carbon of aluminium. Dat zei je na het eerste ritje al. Mijn broer rijdt ook mee met de fiets. Die rijdt met een Trek. En dat is een aluminium fiets. En mijn broer moet echt enorm... moet veel meer fietsen, een zwaardere inspanning leveren tegenover Vincent met de fiets. Dus dat hij zijn toertje gaat doen, is mijn broer meer uitgeput dan Vincent. Omdat zijn fiets gewoon lichter is. Carbon is gewoon lichter, dat weet iedereen. Dus dat qua fiets. Dan qua kledij. De kledij. Hij heeft eigenlijk van alles. Ik heb hier ook van alles uitgestald. Dus, ik ben zijn winterjas vergeten. Zie ik nu. Ja, maakt niet uit. Goed. We gaan beginnen. Een t-shirt heeft hij. Hoe moet ik het noemen? Ik noem dat een t-shirt. Voor de zomer. Deze komt trouwens van de Lidl. Ik heb elke keer deze van mij, want ik had ooit een mountainbike. En heb ik deze gekocht om te mountainbiken. Ik heb het nooit gebruikt. En dus Vincent past hier ook. Fantastisch toch? Deze is... Dus van de Lidl. Ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen. Vanachter heeft hij zo typische vakjes. Hier heeft hij een riets voor eventueel een sleutel of iets in te doen. Of een pas. Want je moet altijd je paspoort natuurlijk bij hebben. Deze is in de maat medium voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Dus dat is deze. En daar heeft hij ook het bijpassend broekje van. En dit is echt zijn zomerset. Dus dat is... Wow, het zit fout. Ik dacht al, er klopt hier precies iets niet. Is dit broekje. En deze is speciaal voor korte ritjes. Dus in 2 à 3 uur, denk ik. Deze mush, of hoe dat je het wil noemen. Dat is zijn korte set voor in de zomer. Dan heeft hij ook nog een winterset. En dan heeft hij deze broek. Dat is echt een mega lange... Ja, dat is gewoon een lange broek. Maar wel met een vliesafwerking. Echt heel warm, zegt Vincent. Hij moet ook niet... hij heeft nooit echt kou gelegen qua benengestel dan toch. Dus dat is deze broek. En deze mouche is denk ik voor 3 à 4 uur, dacht ik. Als ik mij niet... mis heb gekeken. Dus dat is deze. En wat draagt hij hier dan onder? Een onderlijfje of een zweetabsorberend t-shirt.
En dan ook nog een thermisch t-shirt. En dat is namelijk dit ook zwart. En ja, dat is echt ook wel iets heel erg warm, zegt hij zelf. In de winter doet hij dus die lange broek aan een ja, absorberend t-shirt aan. Dit en dan zijn winterjas en hij heeft gewoon geen kou. Dat is ongelooflijk. Maar het is gewoon zo. Plus, je zou ook een inspanning aan doen, maar toch, het kan soms wel echt koud zijn op de fiets. Dus dat is dan zijn thermisch t-shirt. Zijn winterjas zal ik nu in beeld laten zien. Die komt ook van het Decathlon. Ik denk dat al zijn kledij buiten de zomer zit, allemaal van het Decathlon komt trouwens. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Dus dat is dat. Dan voor de winter heeft hij ook van die overschoenen gekocht. En dat zijn deze van Shimano. Heel bekend merk bij fietsers in materialen. Dat is deze. En die doe je eigenlijk aan. Punt 1 voor de wind en de koude en de regen. Dat helpt echt enorm. Want hij had altijd koude voeten. En hij heeft deze gekocht. En hij heeft daar eigenlijk nooit meer last van. Maar ook tegenwoordig om zijn schoenen een beetje te beschermen. Want ik zal deze biet laten zien. Hij heeft er witte. Je mag niet vuil worden. Ja, hij is een beetje ijdel. Maar daar is niks mis mee. Goed. Dat zijn dus de oorschoenen. Dan zal ik de kousen laten zien. Hij heeft twee paar kousen. Hij heeft zomerkousen. Die zijn eigenlijk iets meer zo satijnachtig in het zwart. Hij heeft alles in het zwart eigenlijk. En dan winterkousen. Die zijn echt een pakje dikker. En hij zegt dat zelf ook, dat dat enorm dik aanvoelt. En ja, gewoon veel fijner aanvoelt. Dus dat zijn deze. Ja, dat zijn deze kousen. En dan heeft hij ook nog twee paar handschoenen. Namelijk zijn winterhandschoenen. Deze gaan onder de nul. Deze zijn Weirdro van Shimano. Maar die vallen wel iets meer op. Toch een beetje. Dus dat zijn deze. En dan heeft hij ook nog zo richting de winter, richting de lente, op de moment dus, draagt hij meer deze handschoentjes. Die zijn gewoon ook van het Decathlon. Het zijn eigenlijk zo gewoon sporthandschoenen, maar niet speciaal om te fietsen, maar hij gebruikt die er wel voor. En die zijn ook waterrelent. Dus waterafstotend vermoed ik dat dat betekent. Dat is dat. Dan zal ik zijn schoenen laten zien. En hij bewaart die heel mooi altijd in zijn doos. Dat zijn namelijk de deze. Deze zijn de Shimano RP3. Ja. Dus dat is dat. Hij heeft klikpedalen trouwens, dat heb ik nog niet gezegd. Met die Anorta waren dat gewoon pedalen. En dan deed hij dat gewoon met een sportieve schoen. Maar nu eet hij dat klikpedalen. Hoe heeft hij dat geoefend? Hij heeft heel veel video's gezien op YouTube, wat normaal is. En hij heeft dat geoefend op een grasveld bij ons thuis. En eigenlijk was hij er redelijk rap mee weg. Hij is hoogstens 1 keer gevallen, denk ik. Maar dat is normaal, want je moet je evenwicht. En ja, dan zit hij vast. En dat is een beetje eng in het begin. Maar ik vind dat ik de Vincent er redelijk rap mee weg was. Dus ja, dat is deze. Dit is een maatje 46. Hij heeft normaal, denk ik, 44, dus 2 maten groter. Hij had eerst een 45, maar die was dan toch net iets te klein. Dus ja, dat zijn deze. Dat is dan qua kledij, denk ik. Ah ja, nee, nog zijn helm. Deze helm is wederom zwart. Ik dacht dat je om de 4, 5 jaar of zo je helm moest vervangen voor de veiligheid. En als er een klein scheurtje in zit, moet je hem ook weggooien. Dat wou ik ook nog eventjes gezegd te hebben. En ja, voor de rest, hij is gewoon van de Decathlon. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Maar ik denk dat ik al heel veel heb gezegd. Dat het materiaal van Decathlon komen. Dus dat zijn de kledij dingen dat hij aandoet. Hij heeft ook nog een bril, maar eigenlijk gebruikt hij deze niet meer. Ik gebruik deze eigenlijk meer als ik op de elektrische fiets dan zit. Maar dat is eigenlijk gewoon een koersbril. Maar hij heeft eigenlijk een bril op sterkte en echt geen lenzen. Dus eigenlijk zouden we zoiets moeten kopen
met sterkte. Maar daar zijn we over aan het googelen. Dus ken jij iemand of dat dat heeft? Laat het zeker weten. Of ben jij iemand dat dat heeft? Laat het zeker weten. Want we zijn er nog een beetje naar aan het zoeken voor Vincent. Oké, dat was dan qua kledij. Dan de materialen. Eerst en vooral een drinkenbus. Die kan ik nu niet laten zien. Want zijn fiets staat nog bij zijn thuis. En daar zit alles eigenlijk in van drinkenbus en de materiaal dat hij meeneemt. Op zo'n rietje met fiets. Dus, maar ik zal proberen, als het mij lukt, om fotootjes te vinden op Google en dan naast mij ergens te zetten. Dus hij heeft dan eerst een drinkenbus gewoon met water altijd mee. En dan een drinkenbus met materiaal in. En wat zit er in die drinkenbus? Eerst en vooral bandenlichters, als ik het juist zeg. Dan ook nog een reserveband, een multitool, een CO2-patroon, een hulpstuk voor dat CO2-patroon. Anders kun je dat niet gebruiken. En dit is een CO2-patroon, voor de mensen die dat niet kennen. Dat is echt iets onwijs makkelijk, maar eigenlijk 24 uur nadat je dat hebt in hebt gebracht in de band, zal ik zeggen, de CO2, moet je elke band leeg laten. Allee, ja, je hebt 24 uur de tijd. Dat is eigenlijk gewoon maar om thuis te geraken of om verder te rijden. En dan moet je elke band leeg maken en dan terug gewoon oppompen. Dus dat is dat. Dan een vodje heeft hij erin. Ook gewoon tegen het al bewegen. En wegwerp handschoenen voor. Moest er iets zijn met de ketting, dat je handen niet mega vuil zijn. Met smeer en dergelijke dingen. Dat is denk ik dat. Hij heeft ook nog een pomp, een fietspomp. Maar dat staat hier altijd gewoon thuis. En ik denk dat dat het is qua materiaal dat mij nu in mijn hoofd schieten. Dan het vierde puntje. Onderhoud. Eerst en vooral kettingreiniger. Ik denk dat dat dit product is. Cleaning, ja. Dat is dit product. Ik weet niet van waar dat hij deze heeft. Of is dat van een Bol? Hij heeft al iets besteld bij Bol, dacht ik. En iets bij, hoe noemt hij het? Mantel. Bij Mantel kun je ook heel veel kopen. Daar komt trouwens de fiets van mijn broer van Mantel. Dus die site zou ik ook wel eventjes bekijken. Maar ik denk dat deze van Mantel komt. Dus dat is deze. Dat is een kettingreiniger. Hij heeft dat in een spuitbusje eigenlijk. Mij verdunt of niet, dat kan ik niet heel eerlijk zeggen. En dan spuit hij dat gewoon op zijn kettingwielen. Hoe noem het daar? Tandwielen. Caroline. En dan draait hij er zo mee rond. En dan laat hij dat even intrekken. Nee, eerst vooral doet hij met een vodje het smeer eraf. En dan pas gebruikt hij dat. Dan laat hij dat intrekken. Doet hem dan nog eens met een vodje. En dan spuit hem dat allemaal af. Denk ik dat het zo is. Sorry als ik iets fout zeg. Dus dat is de kettingreiniger. Dan de olie voor op de ketting te doen. Deze is wederom een product van de Decathlon. Dus dat is dat. En dat doet hij ook elke keer nadat hij de fiets heeft proper gemaakt. Na elke rit, dat heb ik nog vergeten te zeggen, moet je ketting proper maken, zegt hij. Dus dat is dat. En dan moet je fiets laten opdrogen en dan pas de olie, want water en olie, iedereen weet dat, dat gaat niet samen. Dus dat is dat. En dan heeft hij ook nog, amai, ik heb last van mijn neus. Cyclone Keep Your Bike Smiling. Matte Cleaner. Dat is een matte protecting cleaner. Dat is eigenlijk omdat Vincent een matte fiets heeft. Een beschermlaag voor de frame. Dus dat is deze. Hij heeft dat nog niet gebruikt. Hij heeft dat nog niet gebruikt. Dus ik kan voor de rest nog niet zeggen, werkt het goed of niet of dat. Dus daar kan ik nog niks over zeggen. Laat ik eventjes Vincent een beetje voorstellen. Ik had dat misschien beter in het begin van de video gedaan. Maar dat maakt niet uit. Vincent is 1,85 meter. En op dat moment weegt hij 67 kilo. Hij is best wel wat afgevallen in het begin, omdat hij gewoon iets gezonder at en enorm bezig was met oefeningen doen en sporten. Allee, en fietsen bedoel ik dan. Dus dan valt hij wel direct een beetje af. Maar op zich, nu is dat
enorm stabiel. Plus minus legt hij per week 55 kilometer af. Dus dat is 2 à 3 keer in de week dat hij gaat fietsen. Of wil hij eigenlijk fietsen, maar als echt zit te gieten buiten, zoals in België gekend is, dan gaat hij natuurlijk niet. En rollers hebben we nog niet. Dus dan kan hij ook niet binnen fietsen. En zijn gemiddelde snelheid is plus minus 27 km per uur. Dus dat is echt nog niet zo slecht voor nog een klein jaar, nog geen jaar te fietsen. Dus daar ben ik echt wel enorm trots op. En dan heeft hij ook altijd zijn drinkenbus bij als hij gaat fietsen. Dat heb ik al gezegd. En een suikerwafel. Dat heb ik nog niet gezegd. Hij neemt altijd een suikerwafel mee. Voor om zijn flauw te krijgen of gewoon om iets te schnabbelen. Een suikerwafel. Blijkbaar zou dat goed zijn. Een doelstelling voor 2021 wat hij wil bereiken is namelijk naar Scherpenheuvel rijden en terug. En dat is 140 kilometer. Dus dat jullie weten dat hij gemiddeld 55 kilometer op een maand, zeg ik al, op een week aflegt. Ja, 140 is wel wat. Dus, maar ik denk wel dat hij dat gaat kunnen. Hij wil dat samen met mijn broer doen. En ik denk ook wel met nog mensen, dat er misschien mijn hoopje is, dat dat toch wel je af en toe op kop kunt en even rusten. Dus dat is gewoon zijn doelstelling van 2021. En zijn grote droom qua materiaal dan, is op dat moment carbonen wielen. Hij heeft dat op dat moment nog niet, maar dat is enorm fragiel, carbonen wielen. Maar dat is een droom wel, qua materiaal dan toch. En zijn inspiratie en tips en tricks haalt hij allemaal van YouTube. Namelijk van de GCN, dat is Engels. En de Tour de Tietema, dat is een groepje van 3 man, denk ik. Dat zijn Hollanders. Geven informatie. Die hebben ook zelf een kledinglijn. Dat weet ik wel. Maar voor de rest weet ik daar niks van. Maar Vincent kijkt echt op naar die mannen. Dus dat is wel leuk om te zien. Ik hoop dat jullie een beetje meer info weten nu over hoe en wat met het fietsen qua Vincent dan. Ik hoop dat je video een beetje leuk vond. Vergeet zeker niet dat duimpje omhoog te doen met abonneren. En dan zie ik jullie terug in de volgende video. Bye bye!